Wat is dat, mensen? Mark van Verwarde Dynasty hier met een niet wat andere manier van de video doen. Jullie zien wel mijn game spelen, maar je ziet me niet live de game spelen, als je begrijpt wat ik bedoel. Dit is gewoon een Road to Glory encounter dat ik op PlayStation heb, maar ik wil het hebben over Kimmercy in FIFA 17. Dus doe het vooral een duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan hebt. Op, als deze manier van video doen, 1000 likes knalen. Fucking awesome. Maar Kimmercy in FIFA 17. Ik merk tijdens het editen van de video dat ik af en toe erg moeilijk lijkt te horen praten. Dat ik af en toe opeens heel erg qua hoogte en niveau wissel. Dat komt omdat ik tussendoor erg veel moet hoesten. Ik heb erg last in mijn keel en sowieso ik tot 2 maanden echt onstopbaar. Echt heel erg kut. Maar goed, als je daar rekening mee zou willen houden, zou dat natuurlijk echt enorm fijn zijn. Het helpt een beetje. Nou, jullie weten dus dat de afgelopen tijd, althans voor zover dat ontdekt is in ieder geval, en we weten wat we weten door alle video's die onder andere de Pentest, Righteous Onyx en Matthijs gemaakt hebben. Die links staan allemaal in de beschrijving. Net als het feit dat EA die gezegde Chemistry glitch gaat aanpakken. Als je nog niet weet wat die glitch inhoudt op het moment dat ik deze video maak en jij hem dus kijkt. Het is basically dat elke non-day one card in FIFA kan je overal spelen waar je maar wilt. Een rechtsback kan in de spits spelen als jij daar behoefte aan hebt. En hij speelt gewoon op 6 Chemistry. Althans, zo presteert hij in-game. Hij kan dus niet genieten van een Chemistry style boost. Hij kan ook niet slechter spelen. Nee, hij speelt gewoon op 6 cam. Nou, het voordeel hiervan was voor velen, en wat ik ook wel ideaal vond, is het gaf een heel nieuwe definitie aan Ultimate Team. Het was namelijk zo dat jij elke speler waar dan ook kon gebruiken. Dat betekende dat je niet hoefde te geven om Chemistry, want iedereen speelde top op 6 cam. Maakte jij een team met 0 Chemistry, het boeit eigenlijk geen zak. 33 Chemistry, hartstikke top, want dat kon gewoon. Dat was hoe het werkte. Vond ik dat ideaal? Ja, zeker. Ik deed zelfs laatst een squadbeelden van ongeveer 15k. Die je trouwens nog kan zien, want het is nog niet gepatcht officieel op het moment dat ik deze video maak. En dat team speelde ideaal. Ik kon Perisic op center mid gooien, ik kon Payet erbij gooien, ik had een goede reden om Thiago Motta's uit te proberen, Podolski in de spits. Dat waren allemaal mogelijkheden. En veel mensen waren het met mij eens dat dat gewoon erg fijn was en dat dat iets is wat zou moeten kunnen in FIFA 17. Maar er was ook een keerzijde aan dit alles in FIFA 16 al. Het nadeel was namelijk dat eerste informs en soms ook tweede informs eigenlijk totaal het geld dus niet waard bleek te zijn, want als jij bijvoorbeeld een day one card had, laten we zeggen die van Griezmann, en je keek bijvoorbeeld naar zijn upgraded kaart, zijn 84, dan kon je eigenlijk zijn 83 kaart beter maken dan zijn 84, doordat je zijn 83 kaart een chemistry style kon geven. En dat is een beetje vreemd hoe dat werkt, want je zou denken, ik betaal voor iets beters, waarom kan die dan niet beter zijn? Nou, dat was dus vanwege die chemistry clash. Hij kan maximaal 6 cams spelen, waardoor hij geen chemistry style boost kan krijgen. Nou, dan vraag je je af, hoe vind ik dat dat moet zijn in FIFA 17? Want er waren natuurlijk goede dingen aan hoe het was, maar er waren ook slechte dingen. Nou, het eerste wat sowieso in FIFA 17 zou moeten zijn qua chemistry is dat elke speler moet naar mijn mening nog steeds op elke plek kunnen spelen. Dat voegde echt iets heel nieuws toe aan FIFA Ultimate Team. Het zorgde echt voor het principe Ultimate Team. Jij kon elke speler zetten waar jij wilde, zodat jij het team kon maken dat jij wilde. Jouw Ultimate Team. Dat is waar de hele game mode in essentie om draaide. En dat vind ik ook een heel goed principe. Maar hoe zit dat dan met het principe van chemistry? Wat zou chemistry nog voor toegevoegde waarde hebben voor het beter maken van de game mode Ultimate Team? Nou, ik denk het belangrijkste hiervoor is het promoten van het gebruiken van chemistry door aan te geven dat spelers daardoor ook echt nog beter kunnen presteren. Iedereen moet volgens een card stats kunnen presteren zonder op hun vaste positie te moeten kunnen spelen. Maar wil jij dat een speler beter wordt door middel van bijvoorbeeld een chemistry stijl, dan kan dat alleen als die speler bijvoorbeeld vol chemistry haalt. Dus stel, ik wil Dani Alves gebruiken als rechtsmidden in een 3-5-2. Kan dat? Nou ja, eigenlijk niet, want het is een rechtsback. En daardoor kan hij dus geen chemistry boost krijgen. Maar gebruik ik hem gewoon als rechtsback en geef ik hem, omdat hij nu bij Juventus zit, bijvoorbeeld een link met zowel Marquisio als Barzagli in een 4-3-2-1, om maar wat te noemen. Dan had hij full cam en dat betekent het dat ik hem beter zou kunnen maken met een chemistry stijl. Ik denk dat dit een goed idee is. Het klinkt misschien nog een beetje vaag, omdat ja, je denkt van, je kan hem overal spelen, maar hij kan alleen een chemistry stijl boost krijgen als hij full cam haalt. En ik denk dat dat een goed idee is, omdat je dan beide kampen van het probleem aanspeelt. Er waren mensen die het echt fantastisch vonden om elke speler te kunnen gebruiken waar zij wilden, omdat zij allerlei teams konden maken en het de game enorm playable maakte. En ik denk ook dat het ook nog een goede reden is om het erin te houden, het principe dat elke speler overal kan spelen, zodat mensen een beetje vergeten welke fout er in de game zit. Want heel veel mensen spelen FIFA's niet meer, omdat ze het toch een beetje eetig vonden, maar omdat je nu elk team kan maken dat je wilt, geeft het een enorme reden om de game toch wel te doen. Want je bent niet meer geforceerd om bepaalde links te gebruiken voor chemistry. Aan de andere kant is het zo dat heel veel mensen het klassieke gevoel van FUT leuk vonden. Dus het, inderdaad het links geven, omdat ze dat puur er mooier uit vonden zien. Omdat ze dat gewoon vonden dat het zo moest, want dat was altijd zo. En ik begrijp dat, dus als je dat allebei aan wil pakken, dan kan dat gewoon. Dus zeg maar, geef iedereen in FIFA 17 de kans om elke speler te zetten waar ze willen. Met als regel dat als ze iemand weer uit positie spelen, ze gewoon, die speler kan geen boost krijgen door wat dan ook.
Dus geen coach boost, geen chemistry style boost, maar hij kan wel gewoon volgens zijn card stats spelen. Dus jij wil bijvoorbeeld Bill op CDM zetten, be my guest. Maar wil jij dat Bill beter presteert door zeggen jij vindt dat hij een hunter nodig heeft of een shadow chemistry style of wat dan ook, dan kan dat niet tenzij hij op volledige chemistry speelt. Dus als het R en Bill is, dan kan hij op RM spelen als RB, als RF. En dat zijn dan de posities waarop hij een chemistry style kan krijgen. Omdat hij door middel van die positiewisselingkaartjes ook daadwerkelijk volledige chemistry kan halen op die posities. Nou, ook iets waar ze op moeten letten omtrent die chemistry glitch, wat natuurlijk erg belangrijk is, is de upgrades die ze geven aan daadwerkelijke upgraded kaarten en aan gewoon special cards. Want wat je bijvoorbeeld nu merkte, en het beste voorbeeld hiervoor is Griezmann. Als jij 83 Griezmann kocht, die kon je door de chemistry glitch, kon je hem wel een chemistry stijl geven om hem beter te maken. Bij hem maakte dat uit. Je gaf hem bijvoorbeeld Havik of zo. Dan kon je hem qua card stats beter maken dan zijn 84 rated card. En datzelfde gold voor bepaalde normale kaarten ten opzichte van hun eerste inform. Of hun tweede inform, omdat informs vaak maar een heel kleine upgrade kregen. En dit is een belachelijk iets in principe, want informs horen daadwerkelijk een tik beter te zijn. En om daar rekening mee te houden, voordat dat weer gebeurt, is ook daadwerkelijk gewoon informs een tik beter maken. Nou, in FIFA 13, meen ik me te herinneren, was het jaar dat informs gewoon echt dikke upgrades waren, of FIFA 11 en 10. Nou hadden FIFA 11 en FIFA 10 wel erg grote upgrades bij informs, dat was soms wel een beetje overdreven. Maar dat principe zou nodig moeten zijn. Nou, is dat een risicovol iets aan de ene kant, omdat spelers als Ronaldo en Messi en Suarez, die verdienen van erg vaak een special card. Dus dat is iets waar zij moeten misschien gewoon minder vaak krijgen, want daar wordt kritisch op zijn. Maar dat principe, want informs moeten ook echt beter zijn. Want als EA het in FIFA 17 zo gaat doen dat iedereen op elke positie kan spelen en ze alleen een boost kunnen krijgen door chemistry styles wanneer ze op full cam zitten, dan moeten spelers ook daadwerkelijk beter zijn. Omdat als je ze dan nog beter wil maken, dan moet je wel gestimuleerd worden om ze op full chemistry te zetten. Anders boeit het alsnog niks dat je chemistry kunt gebruiken. Dus ja, ik denk vooral dat het handig is voor EA om in FIFA 17 ervoor te zorgen dat wel elke speler op de willekeurige positie kan spelen volgens zijn card stats op dat moment, maar dat ze alleen een chemistry style boost kunnen krijgen als zij op volledige chemistry worden gespeeld. En wat ook erg belangrijk is waar je op moet letten, zoals ik net gezegd heb en wat duidelijk is wat ze moeten onthouden, is dat een inform ook daadwerkelijk een aardige upgrade moet zijn. Dus niet slechts plus 1 pace, plus 1 passing, plus 1 shooting. Dat is crap. Dat is gewoon voor een inform gewoon echt heel crap. Maar bijvoorbeeld zoals ze het in FIFA 11 of FIFA 13 ongeveer deden, gewoon iets sterkere upgrades, dan is dat gewoon prima. En ik denk dat als maatregel voor de echt grote spelers, je dan gewoon heel erg kritisch moet gaan zijn qua informs. Ja, een Ronaldo of Messi zullen wel meerdere keren per seizoen 3 of 4 keer scoren. En ja, ze zullen records breken. Wees daar dan wat scherper mee. Want wat je in FIFA 15 had, is dat mensen vonden dat er te weinig special cards van heroes en zo waren. Nu had je in FIFA 16 gelijk weer dat mensen vonden dat er te veel waren. Heel veel spelers kregen een hero card of een recordbreaker. En to be fair, dat is gewoon niet bijzonder dan meer. Dus kort samengevat, wat ik net heb gezegd, speler moet op elke positie kunnen spelen, maar alleen als ze full chemistry halen, moeten ze bijvoorbeeld een chemistry style boost kunnen krijgen. En daarnaast moeten informs ook gewoon echt een tick beter, zodat je bijvoorbeeld een normale kaart van iemand niet meer beter kan maken dan zijn upgraded of inform kaart. Maar laat me ook vooral weten wat jullie suggesties zijn wat betreft chemistry in FIFA 17. Zou je veel dingen zoals ze waren met de chemistry glitch zelf te houden? Zou je dingen weer hebben zoals ze precies gewoon eerst waren? En wat vind jij wat er moet gebeuren met informs? Vind je het prima zoals ze nu gaan? Of denk je van dat moet weer zo zijn zoals in de oude dagen? Laat me dat dus vooral allemaal weten in de reacties. Laat mij ook vooral weten wat jullie nog meer besproken willen hebben rondom FIFA 17. Ik weet dat jullie nog bepaalde ratings willen van competities zoals ik ze zou zien. Ik wil binnenkort La Liga gaan doen, maar ik wil daar eerst wat onderzoek naar doen wat betreft statistieken. Omdat ik sommige spelers gewoon echt veel minder volg dan ik bijvoorbeeld met de BBL doe. Maar een kleine korte noot, omdat ik nu gewoon wat coins genoeg heb, wilde ik jullie ook vragen. Wat betreft 100k hoger, wat zou jullie budget zijn voor een squad die jullie graag zouden willen zien? Ik maak graag teams voor jullie, omdat ik het gevoel heb dat het mensen wel echt helpt. Maar ik wil ook graag weten, wat is het budget dat jullie graag voor een team zouden willen zien? Laat me dat vooral weten, ook in de reacties. Is erg belangrijk voor mij om te weten, dan kan ik daar rekening mee houden. Dus laat me dat ook vooral weten in de reacties. Laat ook wel een duimpje omhoog achter als je dat nog niet gedaan hebt. Volg me ook vooral op Twitter en Instagram. Die links staan in de beschrijving. En vergeet niet te abonneren op YouTube. En ja, dan zie ik jullie bij mijn volgende video. Tot ziens!